In de slepende zaak Sylvia Millekamp werd Jomanda vandaag vrijgesproken, maar een alternatieve genezer uit haar Zuilens niet. Hij heeft volgens de rechter opzettelijk schade toegebracht aan de gezondheid van Sylvia Millekamp. De actrice had borstkanker, maar de arts verwees haar niet door naar het ziekenhuis. Hij zei dat het een bacteriële infectie was. Millekamp overleed 8 jaar geleden. Van Jomanda kon niet bewezen worden dat ze Sylvia Millekamp weghield uit het ziekenhuis. Maar de arts uit haar Zuilens had volgens de rechter beter moeten weten. En hij is hier, René Broekhuizen. Had u deze uitspraak verwacht? Eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee. We hebben natuurlijk al die verhoren gehad. En we hebben het pleidooi van de officier van justitie gehad. En we hebben het pleidooi gehad van mijn advocaat. En dan blijft er eigenlijk geen poot onder enige stoel staan. En als je dan dat verhaal vandaag hoort, dan denk ik, zijn we er eigenlijk wel geweest? Hebben we dat verhaal wel gehouden daar? U had verwacht te worden vrijgesproken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Want er was eigenlijk geen enkele reden om te veroordelen. De eis was ook veel te hoog. Met opzet eigenlijk iemand letsel toebrengen. Ik bedoel, het is te belachelijk voor woorden. Welke arts doet dat? Geen één. Nou. Maar dat wordt hier. Dus ze bedoelen dat niet zo echt als opzet, hoor. Maar het wordt de hele dag, hoor je dat, met opzet, ja, het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Dat spreekt u tegen. Maar de rechter zegt, u had Sylvia Millekamp moeten doorverwijzen naar het ziekenhuis. Waarom heeft u dat toen niet gedaan? Vanaf de eerste dag dat ze bij me kwam, heb ik gezegd, jij moet naar de chirurg. En wat gaan we nou doen? We gaan ervoor zorgen dat de ellende die je hebt, dus de geweldige zwelling en de pijn die je eraan hebt, die gaan we wegnemen voor een stuk. Ja. Met een simpele behandeling die wij daarvoor hebben. Omdat het dan niet om kanker gaat, maar eigenlijk om iets anders. En dan gaat het om een bacteriële infectie. Ik durf het woord bijna niet meer te zeggen. Ja. Maar deed u nog steeds dat ze geen kanker had? Jawel, natuurlijk wel. Ze kwam met kanker, ze zei dat ze kanker had. En je kon het, laten we zeggen, op 100 meter afstand met goede ogen kon je het zien. Maar u bent arts. Had u toch niet nog wat steviger tegen haar moeten zeggen naar het ziekenhuis? Nee, want ik heb het vrij stevig gezegd. En het was overduidelijk, uit het verhaal ook, dat ze al bij een hele serie artsen was geweest. Bij de laatste was ze heel onvriendelijk de deur gewezen. Mm-hmm. Zoiets van, nou ga je dit doen en dat doen en anders donder je maar op. Ja. Dat is nooit in de pers gekomen, maar ik bedoel, zo is het ongeveer gelopen. Mm-hmm. Dus ze kwam daar nooit meer terug. Bij die reguliere. Ja. Haar vriend zei ook, die deur is dicht, daar gaan we niet meer heen. Dus zij richtte zich volledig op alternatieve genezing. Ze kwam dus bij mij. En dan kun je zeggen, ja, het eerste wat je moet doen, dat is dan met groot geweld zeggen, jij moet terug naar die chirurg. Nou, dan ben je gelijk uitgepraat. Want ik bedoel, dan zegt ze, het was me één genoegen, meneer Broekhuizen. En dan kun je zeggen, ja, nou, dat was achteraf een zegen geweest. Mm. Maar de rechter blijkt vandaag is toch niet overtuigd van uw verhaal. Ja, daar begrijp ik dus eigenlijk helemaal niks van. Nee. Eerlijk en oprecht niet. Want ik best een hoeveelheid realiteitszin, maar dit was zo irreëel dat je werkelijk perplex staat. Gewoon perplexie. Onvoorstelbaar dat ze op die manier daarop ingaan. Ja. Hoe dan ook, u bent schuldig volgens de rechter, maar u krijgt geen straf. Want zegt de rechter, uw leven is ook al genoeg overhoop gehaald de afgelopen 8 jaar. Hè? Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Maar kijk, je blijft toch min of meer veroordeeld. En dat vind ik geweldig onzin, want daar was geen reden voor. Dat voelt ook zo voor u? Dat vind ik wel. We hebben haar zo ontzettend lief en aardig en capabel, ethisch verantwoord behandeld en begeleid in die tijd. Ja, daar is dan niemand bij, dus dat kun je niet terugroepen. Maar hoe gaat u verder met deze uitspraak? Werkt u bijvoorbeeld nog? Ik werk gewoon, ja. Maar ik mag niet meer werken als arts, want dat heeft die tuchtcommissie afgenomen. Maar ik mag werken als therapeut en dat doe ik met heel veel plezier. Ja. Ja. Vandaag is misschien zo'n moment om even terug te kijken op deze zaak. Ja, heeft u dan spijt dat het zo gegaan is? Nee. Ja, wel spijt dat het de afloop zo is. Maar niet, ik kreeg daar van de rechter. Is tijd van uw eigen helemaal beslissing. Niet, nee. Ik kreeg de vraag van de rechter ook, van zou u het weer doen? Ja, ik zou het weer zo doen, want ik heb het goed gedaan. Ja. En de conclusie van de rechter is dan, van wat een eigenwijze vent, hij zou het weer fout doen. Nee, wat een eigenwijze vent, hij zou het weer goed doen. En dat is mijn visie er dan op. Ja. Gewoon goed begeleiden, totdat het moment
dat er een andere dokter is die dat kon overnemen. Maar tot dat moment heb jij de plicht als arts om zo iemand te begeleiden en niet de deur te wijzen. Er staat een punt achter de zaak. Sylvia Millekamp krijgen we er helaas niet meer mee terug. En u gaat maandag gewoon weer aan het werk. Ja, ik heb weer een vol programma. Zeker. Dank voor uw komst, meneer Broekhuizen. Dank u wel.